Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Current. Knalgroene energie. Een bijzonder goedenavond en welkom bij SCRM op deze vrijdagavond. Goed gevulde desk aan de desk namelijk Geert Nouw, de vaste analist, Sinclair Bisschop en Bart Vlietstra. Welkom heren. Bart, laten we even beginnen met project finale. Tenminste, ja. Het was een week naar Marbella, maar Utrecht wacht eerst. En Willem II is belangrijker dan de bekerfinale, zei Gio vandaag op de persconferentie. Ja, dus project finale staat helemaal nergens op. Nee. Maar het woord finale is ook helemaal niet gevallen, zei Gio. Nee. Van Bronckhorst. Dus ja, het klopt allemaal niet meer. Je gaat een week naar Marbella en je praat niet over... 2 dagen. Nou ja, maar goed, je gaat weg. Maar dan ga je niet praten over de finale, Sinclair. Natuurlijk is het daar wel over gegaan. Hij zegt het niet, maar natuurlijk willen ze naar buiten uitstralen dat ze inderdaad ook met die belangrijke wedstrijd tegen Utrecht bezig zijn. Want die is wel belangrijk, want dan ben je wel verzekerd van in ieder geval dat ticket voor de voorronde. Want ja, je weet hoe het werkt. Stel dat ze nou deze week heel slecht doorheen komen, gaat natuurlijk iedereen het hebben over waarom zijn jullie weggegaan. Dus ik kan me wel voorstellen dat ze dat een beetje proberen te vermijden. Maar uiteraard zijn ze natuurlijk al met een schuin oog richting die finale gaan kijken. Ja, want Geert, Utrecht, oké, dat is nog misschien te billig. En dan zeg je, die wedstrijd is belangrijk. Maar dan woensdag Willem II, dan denkt toch niemand na over Willem II. Iedereen denkt toch over die bekerfinale tegen AZ. Sowieso, maar normaal gesproken, als je in het seizoen op een trainingskamp gaat, buiten het winterperiode, dan ga je ter voorbereiding van een wedstrijd. Nou ja, voor de wedstrijd voor Utrecht hoe Feyenoord niet op trainingskamp te gaan, lijkt me. Nee, dus ja, ik zie het als een extra tripje voor Feyenoord. Ja. Vanwege het goede seizoen, denk ik. Dat zou kunnen. Meepraten met deze mannen kan je trouwens doen. Hè, via Facebook, RTV Rijnmond Sport is onze Facebookpagina. Onder de uitzending kan je reacties plaatsen, leg ik ze hiervoor. Maar is het nou vreemd dat Feyenoord naar Marbella gaat of niet? Wat vind jij? Mixed feelings eigenlijk. Ik snap wel dat je ze allemaal bij elkaar hebt en iedereen gaat weer wat meer met elkaar in gesprek en noem maar op. En ik zag allemaal leuke, hele gezellige dinerfoto's ook voorbij komen. Dus ze zullen ongetwijfeld enorm hebben bijgepraat. Maar ja, het was natuurlijk een beetje lullig dat het daar ook, nou, dat het daar helemaal niet zo lekker weer was. En nee, hier eigenlijk nog veel beter. En je kan de varkhoorn natuurlijk ook zo op slot gooien. Dus ja, dan geef je toch een beetje een stok om mee te slaan op de een of andere manier. Ja. Dat gevoel heb ik heel erg. Je kan ook zeggen van ze hebben echt getoond dat ze er alles aan doen om die finale te halen. Maar ja, uiteindelijk... Nee, daar ging het niet over. Nee, het ging over Utrecht en Willem II. Nee. De stelling vandaag hebben we ook gehad erover dat het niet vreemd is dat Feyenoord naar Marbella gaat. 50-50, Sinclair, de supporters. Ja, nou ja, ik denk dat wat hij zegt een beetje mixed feelings. Hè. Ik kan me wel voorstellen dat je iets moet proberen om die groep wel scherp te krijgen voor die finale. Er zit natuurlijk wel veel onvrede bij spelers die ook niet spelen. Maar waarom weer naar die zogenaamd vertrouwde omgeving, hè, waar ze heel vaak naartoe gaan. Veel Feyenoorders die er al langere tijd zitten, komt denk ik ook een beetje hun keel uit. Weer Marbella, waar ze 3 maanden geleden ook. Ja, en je weet hoe het werkt, met name de oudere spelers die gezinnetjes hebben, die vinden dat helemaal niks om een paar dagen weg te zijn uit hun vertrouwde omgeving. Jonge jongens of vrijgezellen, oké. Maar het merendeel, de oudere jongens, vinden dit denk ik helemaal niet leuk. Was jij een trainingskamp man of niet? Nee. Ging jij langs de regenpijp naar beneden? Nee, meestal gewoon via de voordeur. Ja? Ik heb een keer meegemaakt dat ik terugkwam van training, dat ik een avondje wegging en dat ik terugkwam dat Frans Adelaar bij de ingang op me zat te wachten. Dus ja. En toen zei jij? Bij ADO was dat? Nou ja, die deed er heel gewichtig over. Zeg ik dat goed? Ja. Ja. En toen heb ik gezegd, joh, train, alles prima. Ik ben ondeugend geweest, die hebben me gesnapt. Ik ga morgen rondjes rennen en dan moeten we er verder even niet druk over maken. En dat was uiteindelijk ook goed. Oh, nou, bij deze ook opgehelderd. Ja. Zometeen gaan we verder praten met deze mannen. Eerst is het tijd voor de week die achter ons ligt. Eigenlijk was het een prachtig weekje. Sparta, Excelsior en Feyenoord wonnen. Alleen Brett Jones zou misschien niet zo blij zijn geweest nadat hij niet voor het eerste seizoen lichtelijk blunderde. Dan kan je natuurlijk overal steun zoeken. Mocht u behoefte hebben met iemand te praten. Tjaka! Maar je kan ook de tweets van Feyenoord teruglezen. Kijk, Maher onderschept een paas. Zo. En Jones, die keept een geweldig seizoen. Verder was het vooral een week van afscheid nemen. Van Allemans vriend Henk Vrezer bij Vitesse. Nou ja, kijk, ik moet zeggen, ik maak overal vrienden. Maar niet meer in Arnhem. Vrezer kijkt morgen dus thuis naar Vitesse tegen zijn nieuwe club Sparta. En vatte al eerder zijn Arnhems avontuur samen. Ik ben er trots op dat ik van zo'n mooie club trainer heb mogen zijn. Excelsior neemt ook afscheid van Hisham Faik. De maker van de mooie goals gaat naar Zulte Waregem. Ze hebben laatst ook nog de beker gepakt volgens mij. Dus ja, het is wel een club die stabiel is. En Feyenoord nam ook afscheid van Nederland voor een mini-trainingskamp van 4 dagen. Lekker naar Marbella. Want over Spanje weet je 1 ding zeker. In Spanje, in Spanje, in Spanje. In Spanje schijnt altijd de zon.
Nou, niet helemaal. En hier is het 20 graden. En in Marbella is het 12 graden en regent het keihard. Ja. Maar wat blijkt, Feyenoord is naar het verkeerde Marbella gegaan. Het is hier net zo mooi weer als in Frankrijk. Ja. Ah, oui, juist. Marbella in Frankrijk. Overigens mag Johan Derksen over alles en iedereen wat zeggen, maar niet over onze gast van afgelopen week. Onze Pierre. Die Pierre als een dorpspastoor, die roept maar wat. Het is echt een goede analyticus, vind ik. Vind je dat echt niet? Hij roept maar wat. Nou, ja, dan doe jij toch ook regelmatig een tegen tafel. Nee, maar Marbella ligt in Frankrijk. Gelukkig heeft Johan een goed onderbouwde mening over FC Twente. Twente maakt de zwakste indruk. Slecht. Het is zo ontzettend slecht. En zelfs dat Deense aanvallertje Jensen heet die ook. Die kan helemaal niks meer van, ja. De Deense aanvaller Jensen, maar die is toch echt in Finland geboren. En ook over NAC weet Derksen veel. Als NAC veilig is, die kunnen geweldig voetballen als ze vrij zijn. Die hebben een paar van die Braziliaantjes die echt leuk kunnen voetballen, hoor. Voor de goede orde, NAC heeft 0 Brazilianen in de selectie. Wel Giovanni Korte, Robbie Haamhouts en niet te vergeten Daan Klomp. Hij roept maar wat. Nou ja, dan doe jij het er ook regelmatig tegen tafel. Nee. Nee, dit is allemaal satire, net als deze rubriek. Prettig weekend! Goed, dus je weet dat wij... Ja. Moet al de nationaliteiten goed hebben natuurlijk. Ja, alles moet je goed hebben. Alles Derksen komt er niet meer zitten. Nee. Ja, maar dat weten we toch al, dat Derksen af en toe ook gewoon echt uit zijn nek zit te lullen. Af en toe? Nou, ik hoor hier dat... Moeten we het daar nog over hebben? Of gaan we die analyse nee, nog nee, loslaten? Nee, maar dat geeft toch niet? Hé, hey, we gaan even praten over Feyenoord. Berghuis geschorst deze week. Hoe ga je dat oplossen, voorin? Toornstra naar rechts. Zwaar in vorm. En dan van Persie erachter. Kuit op 10. Kuit op 10. Ja, zo was het vorig jaar altijd. Kuit op 10, ja. 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 Hij speelt weer. Ik heb hem gezien van de week. Maar voor Persie op 10 lijkt mij. Ja, dat is een mooie oplossing. Maar is dat, kan hij de hele wedstrijd spelen richting die niet lang, hè? Want hij moet fit zijn voor de bekerfinale, toch? Ja, precies. Die wedstrijd zou hij nog wel een flink stuk mee kunnen doen. En daarna gewoon even weer niet meer opstellen. Nee, rust geven dan door de week. Nee, maar het is gewoon al gebleken dat hij dat niet aan kan. En dat hebben ze natuurlijk ook al lang bepaald. Dat hij niet 2-3 wedstrijden in de week gaat spelen. Ja. Sinclair, er is ook een beetje discussie langs aan het gaan van, weet je, gaan ze nou volgend jaar wel door met Van Persie? Dat is gewoon een contract, toch? Ja, nou, er is een ontslappingsclausule. Het is van beide kanten getekend. Hij heeft dus de kans, en ook Feyenoord heeft de kans, om van elkaar af te komen. Er wordt gewoon, denk ik, na aanleiding van dit seizoen wordt er daar ook gesproken. Ja, en dan moeten beide partijen gaan uitmaken of ze echt tevreden met elkaar zijn. Wat hij gebracht heeft voetballend is goed, maar ja, we kunnen niet onder stoel of banken steken dat hij zoveel gemist heeft en zo vaak geblesseerd. Ik moet zeggen, die blessure tegen Zwolle, oké, dat was op kunstgras en dat kan. Maar ja, met name het feit, Pierre van Hooijdonk heeft het die maandag ook over gehad, dat toch een beetje onderschat is zijn fitheid, hè? Hoe lang het wel niet duurt, eer Feyenoord echt over hem kan beschikken. Kijk, op het moment dat hij erin staat, dan is het duidelijk. Maar als je volgend jaar met hem doorgaat en een heel jaar weer moet kwakkelen, want zo kunnen we het toch een beetje noemen, ene keer wel, andere keer niet, is het denk ik voor beide partijen gerechtvaardig om te kijken, moeten we dit wel willen? Maar Van Bonkers wilde hem juist erbij hebben voor de groep, toch? Een beetje als Kuit dat ook was, die rol. Ja, volgens mij vult hij die ook heel goed in. Alleen, ja, het wordt een beetje pijnlijk. Kijk, het zal natuurlijk ook een salariskwestie zijn. Mm-hmm. Als je maar 50-60% over iemand kan beschikken met een flink salaris, dan wordt het gewoon te veel, denk ik. Maar ja, als hij speelt, ja, hij brengt zoveel extra's. Je ziet ook Berghuis bijvoorbeeld helemaal opbloeien. Hoewel die al een goed seizoen bezig was, maar met Van Persie erbij is hij helemaal gelukkig. En je ziet heel veel jongens aan hem hangen en ja, met hem praten. En wat dat betreft heeft hij echt wel een goede rol. Alleen het salaris is denk ik dan het grootste probleem. Ik zou hem zeker, als hij weinig salaris zou hebben, dan zou ik zeker met hem doorgaan. Ja, maar er zijn toch verschillende manieren om dat salaris in te vullen. En ik denk per wedstrijd betalen? Nou ja, bijvoorbeeld. He, en je kan ook, of je maakt een halfjaar contract. En het is natuurlijk ook zo dat Van Persie vooral waarde heeft naar andere jongens. Op het moment dat hij zelf op het trainingsveld staat, minimaal, of wedstrijden speelt. Op het moment dat hij natuurlijk alleen maar vanaf de zijlijn andere jongens moet gaan steunen. Dan is zijn kracht, denk ik, voor een groot deel. Is dat zo? Maar wij zitten natuurlijk niet daarin. Maar als inderdaad mensen met hem praten, als jongens een steun zoeken. Juist, LMA is ook in de training. Op het moment dat hij gewoon paast, dan is het al strakker, harder. En, ja, nee, maar ik zei het toch bij. Op het trainingsveld of op in de wedstrijd. Ja. Maar als hij geblesseerd is, dan zal hij ook weinig op het trainingsveld staan. En ik denk juist door zijn aanwezigheid, op het moment dat hij op het trainingsveld, alleen maar als hij op het trainingsveld is, dan kan hij laten zien wat voor niveau hij heeft. Maar op het moment dat hij dat vanaf met de hulptrainer bezig is, of de hersteltrainer aan het trainen is, op het andere deel van het veld, dan is zijn waarde natuurlijk niet zo, voetballend niet zoveel. Nee, behalve in de kleedkamer misschien, zeggen ze dan.
Ja, maar ik denk ook dat het belangrijk is. Kijk, Van Bronckhorst heeft zich helemaal hard gemaakt voor de komst van hem. Die is ook helemaal lyrisch en die ziet de noodzaak ervan in. Maar stel, daar gaan we niet vanuit dat het deze komende weken misgaat. De bekerfinale wordt verloren. En stel dat Van Bronckhorst of zelf vertrekt of eventueel weg zou moeten. Mm-hmm. Ja, dan is de kans natuurlijk wel groot dat een nieuwe trainer misschien helemaal niet zit te wachten op de spelen van Persie. Dus dat zijn allemaal thema's die de komende weken plaats kunnen hebben. Wat feit is wel dat hij voor 1,5 jaar getekend heeft. Die clausule is er. Ja, en misschien dat Van Persie zelf wel denkt van, nou ja, het is me toch tegengevallen. Dan zou die dus er onderuit kunnen. Maar nogmaals, als Van Persie speelt, dan zie je in ieder geval de klasse. En dan denk je van, ja, kan hij dit altijd, maar dan moet hij nog een jaar erbij blijven. Ik krijg vraag aan Reza Kloens. Volgend jaar Bijlo opstellen als eerste keeper in plaats van de blunderende Jones? Nou, we moeten sowieso stoppen met Jones. Oh, helder, gelukkig. Ja, dat Vermeer is weggegaan, dat had Feyenoord al niet moeten doen, vind ik. Maar je krijgt Vermeer nu ook nog eens een keer geblesseerd terug volgend jaar natuurlijk. Ja, maar een fitte Vermeer uiteindelijk is denk ik nog altijd beter dan een fitte Jones. Dat heb ik altijd al wel gevonden, ondanks dat Jones vorig seizoen prima seizoen gehad heeft. En ja, voor Bijlo, kijk, dat is een keeper met heel veel talent en ik hoop echt voor dat hij het gaat redden. Maar het moet ook wel blijken dat als Bijlo gaat keepen, dat hij dat ook kan houden. Hè? Dat hij in de Kuip kan spelen, dat het goed gaat. En ik vind niet dat je hem eerste keeper moet maken zonder een ervaren keeper erachter te hebben. Nee, als een type Jones eigenlijk, weet je. Maar Jones dan als erachter bijvoorbeeld en dan Bijlo als eerste doelman? Nou, zou ik niet doen. Ik vind het ook nog steeds de grootste fout die Van Bronckhorst heeft gemaakt dit seizoen. Door Jones weer eerst de keus te maken, daarmee Vermeer te frustreren en uiteindelijk weg te jagen als het ware. Bijlo, de wedstrijden die hij speelt bij de jeugdteams van Oranje, maakt hij ook nog wel eens een foutje. Ja, jonge keeper, heel talentvol, maar die zou ik nog niet voor de leeuwen gooien. Zeker in een seizoen waarin je maar wanneer, wil nemen. Wanneer dan wel? Wanneer moet je die keeper dan wel laten keepen? Hij zit er nou een paar jaar bij, hij heeft dan alles geroken, hij heeft bij de Champions League op de bank gezeten, hij heeft zelfs als het debuut gemaakt. Wanneer is hij dan wel klaar? Ajax durft het ook aan met een jonge Onana erin te zetten. En op een gegeven moment, weet je niet beter als hij daar ook zijn wedstrijden gewoon goed keept. Weet je? Ik bedoel, je kan hem wel weer gaan verhuren, maar die jongen moet ook een keer het gevoel krijgen. Want anders wordt het alleen maar minder. In plaats dat als hij wel gaat keepen en hij staat er dadelijk. Toen Van der Sar begon in doel, die verving Menzo naar heel veel blunders. Had ook nog niet zoveel ervaring. Nee, en klopt. Die maakte ook niet gelijk een zekere indruk in het begin. Nee, okay, maar dat is een beetje opa spreekt, hè, als we nu over dit soort momenten gaan beginnen. Ja, maar we zijn ook allemaal minimaal 35. Juist. Maar wat natuurlijk wel zo is, is dat op het moment dat Bijlo niet gaat spelen, stel dat ze hem verhuren aan VVV, ik noem wat, en dan gaat daar spelen. Dat is voor hem ook een prima optie om te kijken hoe hij dat doet. Alleen Feyenoord kan hem niet nog een seizoen, op de bank laten zitten. Maar los daarvan, je weet nu toch wel als keeperstrainer en als Giovanni van Bronckhorst wat die jongen kan. Dan hoef je toch niet weer een jaar uit te lenen. Dus nu is juist een fase dat je zegt, of we gaan helemaal voor hem, of we nemen de afscheid van, hij gaat naar een andere club. Maar wat is er mis tegen om een jonge jongen, waar je misschien nog over twijfelt, dat ik niet, maar ander misschien bij Feyenoord wel. Waarom laat je niet het seizoen in de Eredivisie keeper bij een andere club? Ik heb altijd problemen mee dat je met spelers zeg je wel dat een jongen van 18 gewoon het eerste mag gaan staan. En met een keeper moet hij altijd 4, 5, 26 zijn. Als het goed is, is het goed. Nee, ja, maar wat zeggen trainers toch altijd? Wat goed is, komt snel, toch? Ja. Ik kwam ook snel. Ja, dat willen we allemaal niet weten. Ja. Dat is een hele andere reden. Daar had ik het niet over, hè? Oh, oké. Okay. Dus, ik krijg trouwens vragen... Dat valt stil hier. Nee, ik krijg een vraag op Facebook trouwens... of jij je schaatspak aan hebt getrokken vandaag. Nee, ik weet niet wie dat vraagt. Ja, maar dit is een uiterst modieus... dat mag iedereen over het zelf beoordelen... maar dit is een hartstikke mooi truitje... waar dit bij hoort. Kijk, dat kan het ook zonder... maar het is geen modeprogramma, Geert. Nee. Frank Potters vraagt... Ja, dat zie ik, wat jij aan hebt. Nee, precies. Dankjewel, mode, Fred. Boetius is op rechts, net zoals Berghuis... en Van Persie op 10... maar Boetius is op rechts meer in zijn kracht zetten. Is dat nog een optie? Of moeten we nu de laatste weken gezien het spel van Boetius lekker op links laten staan? Lekker op links laten staan. Toornstra op rechts. Ik blijf daarbij. Ja. Van Bronckhorst noemde dit inderdaad als optie wat jij noemt. Ja. En eventueel Bilal rechts. Hè. Dat is denk ik nog ligt meer voor de hand dan nu aan de linkerkant Boetius weg te halen. Maar ik denk inderdaad Toornstra. Hè. Eigenlijk komt het goed uit. Kan je van Persie, die eigenlijk wilde je hem wel in het elftal hebben, ook bij Twente al. Maar goed, zeker die week ervoor speelde Toornstra goed. Nu was hij speler van de week geworden. Dus nu kan je Van Persie eigenlijk gewoon op nummer 10 positie zetten, rechts. Toornstra, heb je het probleem weer opgelost. Hè? Ja, Toornstra gaat er makkelijk mee om dat er met hem geschoven wordt. Nou, dan is 1 plus 1 2. Het is wel raar dat hij nou ineens zo goed speelt, die Toornstra. Toornstra ineens weer, hè? Ja. Vorig seizoen eigenlijk zijn grote keer wanneer hij juist een concurrent krijgt, hè? Ook toen met Kuyt, nu Van Persie, dan komt weer het beste in hem naar boven. Want die eerste seizoen zelf was natuurlijk echt heel erg pover. Dat was heel slecht, ja. Terwijl je zou denken, hij wordt nu een van de dragende spelers ook. En misschien kan hij nog wel richting Oranje, maar dat is toch karakterologisch, denk ik. Dan is het dan meelopen misschien wel. Ja. In dit geval, ja. Ja.
Vorige week heb je ook kennis gemaakt met Hélène bij ons in de uitzending. Want die maakt die hele mooie serie rondom Feyenoord en de bekerfinales door de jaren heen. De jaren 80 hebben we vorige keer behandeld met André Staffleu. We gaan nu over de jaren 90 praten met een man die 4 keer de beker wist te winnen. Regie Blinker. Afgelopen week was er een live after football event bij Sevi. En daar was Regie en Hélène was erbij om met Regie terug te blikken op die bekerfinales. Hallo. Ik ben Hélène. Tof dat ik hier mag komen. Je organiseert dat al 8 jaar, begreep ik? Ja, klopt. Dit is de 8e editie. Ja, hoe is dat tot stand gekomen? Nou, wij met Live After Football hebben wij partners. En onze partners die willen, los van dat ze bij ons in onze concepten meedoen als partner, dus in het magazine en online, willen ze ook wel eens met de doelgroep in contact komen. Nou, daar gingen wij wat op bedenken. En onze jongens en de voetbaljongens vinden het ook leuk om eens met bedrijven in contact te komen. Ja. Ik heb lekker weer gisteren oude finales gekeken, jaren 90. Ja, welke was voor jou nou eigenlijk het belangrijkste? Ik denk toch de eerste. Ik speelde de eerste in 91 tegen Den Bosch. En dat was voor mij ook de eerste keer zo'n beleving. Witsche, de kans op 1-0 en daar is 1-0. Rob Witsche. En het was fantastisch. Ik weet nog wel dat er ongeregeldheden waren. Supporters het veld opkwamen. We eindigden ook 8e dat seizoen, dus dat was niet best. En wonnen dan toch die beker, ja. Dus dat was nog enigszins een troost. Maar de eerste was voor mij het meest memorabel. Blinker. En de goal. Rode JC, dat was ook in dat seizoen eindigden we wel wat hoger. Maar we begonnen ook wel een beetje bekend te staan als cupfighters. En, ja. En dat was wel een team wat er stond als het er echt om ging. Ja. Nou ja, en in dat soort wedstrijden was het voor ons elke keer weer dat we elkaar oppepten op een manier dat we eigenlijk niet te verslaan waren. 94, ja. Zonder raar over te komen, maar toen werd het wel een beetje gewoon eigenlijk. Yeah. Toen begon het wel een beetje te wennen. Toen was je al een beetje verwend. Ja, toen gingen we echt wel richting verwend. En Oké, weer de bekerfinale, nou die gaan we dan weer winnen. Maar ik begreep dat de trainer wel een beetje teleurgesteld was, ondanks de winst. Dat is Willem. Ja, Willem, Willem wil ook nog even goed voetbal zien erbij, graag. En dat begrijp ik ook wel. En ik vind dat ook wel, ik vind dat ook wel terecht. Dat hij dat ook eiste van ons, want hij wist ook dat we het wel konden als het moest. Ja. En dan die laatste, voor jou in ieder geval. Ja, ja, ja. Die laatste tegen Volendam. Ja. Ja, dat was ook nog wel, was volgens mij een pittig wedstrijdje met wat opstootjes. Maar goed, Volendam, dat was ook niet goed genoeg om tegen ons te winnen. En al met al zijn dat toch wel 4 finales geweest die me altijd bij zijn gebleven. En ook, we hebben het er nu weer over, dus dat betekent wel dat het veel waarde heeft. En finale, ben je erbij? Ik ben er zeker bij. Durf je al een voorspelling te doen? Ik denk dat je het niet mag onderschatten. Gio is naar Marbella gegaan om daar nog eens goed met elkaar te zitten. En ik hoop dat ze daar goed uitkomen en dat ook helpt. Maar ik denk dat het belangrijk is dat als je in de Kuip speelt, dat je wel nu met dit enigszins het seizoen kan redden. En dat je daarmee wel weer een stap maakt naar volgend seizoen. Dus voor Gio heel belangrijk. Ik denk ook, voor alle spelers heel belangrijk om weer een prijs te pakken. Maar als ik een voorspelling moet doen, dan denk ik toch wel dat Feyenoord met 3-1 gaat winnen. Dat zou lekker zijn. Ja. Ik begreep dat John van der Brom ook zou komen vandaag. Ja, die is hè. Ah, die pakken we dan straks nog even. Ja, weet als het kan. Doen. Ja, lijkt me heel tof. 2 keer verloren. 3 keer scheepsrecht, zeggen ze. Dus. Ja, om weer te verliezen bedoel je, ja. Volgende week meer. We gaan Hélène verder praten met John van der Brom in deze serie. Jongens, we zitten richting het einde van deze uitzending. We gaan even Excelsior en Sparta ook zeker behandelen. Vraag ook van Nicky de Haai. Is er iets bekend over de nieuwe trainer van Excelsior? Ik heb nog niks gehoord. Volgens mij Marcel Keizer hoop is nog steeds. Ja. Ja, dat zou ik wel echt een uitstekende keus vinden. Volgens mij missen ze die bij Ajax nog elke dag. Ja, Glasgow Rangers wordt ook gezegd dat hij daar nu in de belangstelling staat. Maar inderdaad, Keizer staat nog wel daar op het lijstje bij Excelsior. Ja, Damien Hertog heb ik begrepen.
Die is volgens mij van het lijstje alweer af. Alweer van het lijstje. Ja, omdat Geert hem heeft genoemd. Nee, het was. Nee. Volgens mij Faber nog wel op het lijstje in ieder geval. Ja. Volgens mij weet jij het meeste ervan, van hoe het lijstje weg zelf. Ja, volgens mij is dat het lijstje. Ja. Dus moet ik het aan jou Het is voorlopig dus nog niks. Dus dat is nog even afwachten wat er gaat gebeuren. Excelsior plek 8, play-offs voor Europees voetbal. Is dat nou realistisch? Dat moet toch kunnen, of niet? Twee punten maar. Ja? Ja? Twee punten wel op van twee concurrenten, en ADO. Ja. Heerenveen en ADO, ja. Nou ja, ik hoop dat ze die motivatie nog hebben nu ze veilig zijn. Zo goed als veilig zijn. Dan moeten ze iets nieuws vinden. Ze kunnen historie schrijven natuurlijk. Mm-hmm. Het was niet best afgelopen zaterdag. Vrijdag, ja. Tegen 10 man van Willem II. Nee, het begon echt niet goed. En tot de rode kaart van Willem II was Willem II gewoon herenmeester op het veld. Aspek, Heracles, Groningen en Ajax. Ja. Ja, het kan. Zeker kunnen ze wel, maar Excelsior zit niet in zijn beste periode. Ja. Feyenoord uit bij Feyenoord met 5-0 verloren. Ja. En Willem II dan net aan. Dus. Misschien dat besefte nu wel eens. Een paar weken geleden leefde dit ook al. En als je toen de spelers interviewde, hadden ze het een beetje van... ja, dat is helemaal niet realistisch. Maar nu staan ze de 4 wedstrijden voor het einde zo dichtbij. Het is wel jammer. Bruins gisteren geblesseerd geraakt. Kan morgen niet meedoen. Faas ook niet. Uit bij Zwolle. Maar ja, dat is wel een sleutelwedstrijd. Als je daar wint, ga je meedoen. Ja, als je daar verliest, dan is het wel zo goed. Het probleem is een beetje, vind ik, bij Excelsior. Als ze dan veilig zijn, dat heel veel spelers eigenlijk al met een andere club bezig zijn. Ja, nou, ze willen die as wel handhaven. Maar ja, die Mike van Duinen, ja, die zit dan ook alweer met Pek Zwolle in zijn hoofd. Dat is het lullige van Excelsior, vind ik. Ja. Eigenlijk zijn ze al lang weer bezig met een volgende stap. Er zijn weinig spelers, misschien behouders Bruins van... ik zit hier lekker en ik blijf hier ook. Ja, Koolwijk, ja. Bij Sparta zijn ze nog bezig om in ieder geval... proberen niet de rechtstreeks te degraderen natuurlijk. Het gat met Twente zo groot mogelijk maken. Maar dan moet dit weekend natuurlijk tegen Vitesse gespeeld worden. Nou, niet tegen de nieuwe trainer, want die is eruit, Henk Vrezer. Maar het programma van Sparta. Vitesse uit, NAC thuis, Feyenoord uit, Heracles thuis. Biedt dat nog uitzicht op eventueel helemaal veilig spelen definitief? Wat denken jullie? Nee, omdat het gat te groot is. Ze moeten blij zijn als ze in ieder geval het gat met Twente houden. Nou, normaal gesproken heb je dat. Maar ja, mocht Twente onverwacht ineens bij ADO winnen, ja, dat is nog maar één punt. Ik denk dat je daar eerst moet op richten. Nou, nu naar Vitesse, daarna twee thuiswedstrijden. Daar gok eens een beetje op. Hè. Thuis NAC, thuis Heracles. Heracles de laatste, waarbij ze Twente een duw kunnen geven. Kortom, als ze die twee thuiswedstrijden pakken, dan zijn ze in ieder geval wel er zeker van dat ze niet rechtstreeks eruit vliegen. Ja, en dan met een schuin nog alvast kijken naar de Jupiler League. Hè. Fortuna, Sittard, NEC. Dat zijn dan de ploegen waar je misschien wel tegenkomt, Bart. Ik vind het wel leuk. Ja. Wel goede clubs om er weer bij te hebben. Het is weer een stukje rijden, maar... Honderd kilometers. Nou, je moet alleen af... Wij kennen Fortuna zit het nog uit de tijd van Mark van Bommel. Ja. Waarin het heel goed doet. Van Marwijk was Van Marwijk trainer. Van Marwijk. Ja, nou, dat is Hofland. Een herinnering. Mooi stadion. Bouwen, precies. Ja. Stadion bestaat nog steeds trouwens, een mooie stadion. Ja, dat is een mooie parkeergarage eronder. Ja, precies. Ja. We gaan het dit weekend zien, mannen. Dank voor jullie komst. De uitzending zit erop. Bart, dank. Sinclair, dank. En Geert, ook dank. Dank ook voor het kijken. Dit weekend weer heel veel voetbal op Radio Rijnmond. En komende zondag FC Rijnmond. Er zit Bart hier. En aan de desk gaat hij onder andere praten met Joop van Dalen, die nog steeds met de tram komt. En tot slot nog even een oproep. Want bij jullie, Santos, jullie begonnen natuurlijk mee met de oproep. Richting natuurlijk die beroemde wedstrijd. De bekerwedstrijd straks, de bekerfinale tussen Feyenoord en AZ. Wij zoeken nog iemand. En Santos zei misschien leuk om nog een item mee te maken. Was goed voorgezet deze, Bart. Dus we maken hem graag af. Want wij zoeken de volgende. De man. Kent u hem of herkent u hem in deze man? Dan meldt u zich vooral bij onze redactie sport@rijnmond.nl. En als u hem bent, helemaal. Of u kunt zich gewoon melden bij de plaatselijke politie eventueel. Dat mag ook. Maar we zoeken deze man. En hopelijk vinden we hem heel snel voor de bekerfinale in ieder geval. Fijn weekend. Toch een klein beetje affiniteit. Club, hè? Volgende week, jongen. Met AZ. Ja? Henk Vrezer is er ook een leuke kerel. Wie? Henk Vrezer, die trainer van Vitesse. Ik ken heel die vent niet. Ga je dat eruit knippen? Denk het niet. Nee. Die heeft jarenlang voor Feyenoord gespeeld, Henk Vrezer. Ik kom net uit het centrum vandaan. En ze zijn allemaal topgasten van AZ. Ja. En heeft u al een paar water gedronken? Ja, genoeg. Joh, donder op, man. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Current, knalgroene energie.